Het grondconversievraagstuk moet beter onder de loep worden genomen. Zoals het er nu uitziet, is het niet helemaal doordacht, zegt de voorzitter van de faculteit der juridische wetenschappen, Regilio Carioreggio. Vandaag werd het seminar Grondconversie anders bekeken gehouden, met als doel het in breder perspectief bekijken van het grondconversievraagstuk. De faculteit heeft gemeend meer aandacht aan dit onderwerp te besteden, omdat er veel vragen zijn over deze kwestie en daarom in breder juridisch perspectief geplaatst moet worden. Omdat we uiteindelijk ook niet zo goed geïnformeerd zijn over dit onderwerp zelf, omdat er heel weinig informatie is erover. Vooral hoe hij zal werken binnen de samenleving. En we kijken zeker naar uit dat wanneer dit uitgevoerd, of ja, het is al in uitvoering, maar dat zeker een heleboel aspecten worden meegenomen en dat we niet een ander probleem creëren doordat wij bepaalde dingen mogelijk hebben weggelaten in de wetgeving. Bij het implementeren van nieuwe wetgeving is het voornamelijk belangrijk om ook te kijken naar hoe de praktijk eruit zal zien, stelde de voorzitter. Dit om eventuele misverstanden te voorkomen. Dat wanneer deze zaken zijn meegenomen en er rekening is gehouden met een heleboel aspecten, en dat wij dan wel ready zullen zijn, ja, maar zeker nu nog niet. De voorzitter besluit met het advies om eerst te werken aan het indammen van de hiaten die de wet nu bevat, alvorens de volledige implementatie toe te passen. Zoals het er nu uitziet, is Suriname waarschijnlijk niet helemaal klaar voor, aldus Carioreggio.